Ik weet om in sight. She longs like a river free. Always you in eyes. Dames en heren, de V's zijn we weer eens aangeland op Boxen High. Maar dit keer niet voor de kerk, maar voor een heel belangrijk ding, namelijk de Kankerstichting. Die man hier langs me, die gaat de Alpe d'Huez fietsen. En de Alpe d'Huez, dat weten we allemaal, die gaan geld behalen voor de kanker. Heel belangrijk. Ferry, jij gaat het ook doen. Waarom ga jij dat doen? Nou, ik ben vorig jaar ziek geworden, Piet. En toen ben ik in het Katrina ziekenhuis en in het Maxima. Maar je hebt zelf gehad? Ik heb zelf een hartaanval gehad. En toen ben ik dus in het ziekenhuis terechtgekomen. Toen zei die cardiologen. Het is belangrijk om weer een doel te hebben in je leven. Om te herstellen en ergens naartoe te kunnen werken. Ja. En toen kwam ik hier op de Boxhei, op Boxhei Kermis, kwam ik Marijn tegen, Marijn Jacobs. Die had al een paar keer Alpe d'Huez gefietst. En die zei, Perry, ik heb een tweede kans gehad en jij ook. Dus wij gaan samen die berg op. Maar goed, Perry, dan moeten we een ene keer gaan sporten. Hè? En ik zei niet dat je nooit sportte, maar een ene keer op de fiets is toch wel iets anders, denk ik. Dat waren niet gewend, volgens mij. Nee, dat was ik niet gewend. Ik zat wel eens in de sportschool op een home trainer. Maar verder niet. Dus ik heb een oude fietsje weer van stal gehaald. Mijn buurman, ik heb hem helemaal opgeknapt. En ja, sinds die tijd ben ik weer, zeker uit het mooie weer, dus ben ik weer buiten, buiten dus kilometer. Ik ben vol een bak in training, want zegt de cardioloog, goed voor de hart, voor de hartspieren, natuurlijk goed voor gezondheid. En je hebt dus een doel. En dat doel is dus de Alpe d'Huez te gaan fietsen. Heb ik al een idee hoe vaak? Nou ja, mijn idee was 3 keer. Maar ik heb dus wat tests gedaan bij de cardioloog en die moest wel lachen. Hij zei, Perry, ik maak een schema voor jou 1 keer. Ja, dat is al niet zo weinig, hè? Dat is al niet zo weinig. Ja, ja. Maar ik hoop stiekem toch wel 2 keer die Alpe d'Huez. Dus je al bij 6 gaat fietsen, dat is natuurlijk schitterend. Maar de bedoeling ervan is dat je geld ophaalt. En daar heb je sponsor voor nodig. En daarom zijn we nu hier op de Boxhei deze zondagmiddag. Want er is een sponsormiddag geregeld. En die sponsormiddag hebben Carlo en Peter geregeld. Carlo, de opzet hiervan. De opzet is dat wij hier een hele leuke middag hebben vandaag. En veel plezier, leuk band, goede muziekje. Maar ook dat er geld overblijft voor de kankerbestrijding. En dat we daar dus sponsoring mee binnenhalen. Peter, en is het tot nu toe al een beetje geslaagd? Al redelijk sponsor opgehaald? Jawel, we hebben 75 betaalde mensen sowieso. Er zijn wel mensen die wat extra dingen gesponsord hebben. Er zijn mensen, bedrijven die wel voor de loterij gesponsord hebben. Er wordt dadelijk een ballonvaart als hoofdprijs verloot. Er is hier dus ook een band en er is eten en drinken, maar daar is al een lage sponsor. Dus al het geld wat jullie binnengehaald wordt, gaat naar de Kankerstichting. Nou, het eten is tegen een gereduceerd tarief, dus we konden er niet helemaal voor niks doen. Maar in principe is er al sowieso dat er minimaal 10 euro per bezoeker naar het goede doel gaat. Maar dat is de bedoeling dat we dat dadelijk nog gaan verhogen met de loterij en zo. En waar is, hoe kunnen mensen hier instappen om daarmee te sponsoren deze middag? Deze middag kunnen ze mee instappen door lotjes te kopen voor de loterij. Daarmee kunnen ze een kans op een ballonvaart winnen, onder andere een hele mooie prijs. En het kan uiteindelijk dadelijk ook nog op Perry zelf gesport worden. Maar nou heb ik een eigen bedrijf, Piet Leeblas, Jules bedrijf. Ga ik gewoon even bij zeggen, hoe doe ik dit nou sponsor voor jullie? Nou, dan betaalde jij mij nou gewoon 30 euro. Dan mag je dadelijk hier lekker wat eten en drinken. En dan is er meteen... Nou, bij deze had ik dat valse in mijn zakken zitten, alsjeblieft. Dan heb ik dat vast gesponsord, want ik ben graag gesponsord van de Kankerstichting. Goed. En dat geld, dat gaan we nog wel beloven aan de mensen. Want de mensen gaan me daar zeggen waar ze kunnen sponsoren. Zoveel mogelijk naar de Kankerstichting. Dat gaat allemaal wat er over blijft naar de Kankerstichting. Ja. Peter, nog iets aan toe te voegen? Nou, we gaan na afloop het evenementje evalueren. En ook openheid geven aan alle bezoekers. Wat er overgebleven is, wat er gesponsord is en hoeveel geld dat Perry aan KWF kanker via Alpe d'Huez gaat doneren. Want daar vinden wij allemaal heel belangrijk. Hè? De mensen moeten weten, wij willen bij sponsoren, maar het moet allemaal bij de juiste mensen terechtkomen. Nou, Carlo, Peter, hartstikke bedankt. En mensen, ik kan er uit ervaring gewoon bij zeggen, ik weet wat het is om kanker te hebben. En ik weet hoe belangrijk het is dat er dan mensen zijn die schenken aan de Kankerstichting. Zonder de in het verleden mensen die geschonken hadden, had ik hier misschien ook al niet meer gestaan. Dus het geld, sponsoring is heel erg belangrijk. Ben ik jullie nou ook bereid om hier te gaan doen? Neem contact op
met deze man. We gaan nu nog even zeggen, we hebben het opgenomen. Wil ik je Perry Liebrecht sponsoren? Dat kan. Maar er is een website, daar kunnen iedereen sponsoren die zelf wil. En er wordt beloofd, er blijft niks hangen. Het gaat met de Kankerstichting.